1, 2, 1, 2, 3, 4. Hey, ik ga jullie laten zien hoe je dit kunstwerk kunt maken voor op je kamer met glitters en hartjes, lekker girly. Het is niet moeilijk, als ik het kan, kunnen jullie het ook. Dit is wat je nodig hebt. Natuurlijk een lijst waar je je kunstwerk in kunt hangen. Een paar A4'tjes. En verschillende soorten servetjes. Ik heb verschillende kleuren gebruikt. En vloeipapier kan ook. Glitters, mijne komt van de Action. Schaar, pritstift, witte lijm en een potlood. Als eerste pak je een A4'tje. Hier gaan we namelijk het kunstwerk opmaken. En ik pas even of het wel in mijn lijst past. En dat paste. Daarna pakte ik steeds één servetje van alle soorten die ik had. Ik begin met het knippen van de hartjes. Ik teken eerst met potlood de lijn van de hartjes aan de dubbele vouwlijn, zodat als je ze uitknipt dat je er meteen meerdere hebt en dat de hartjes symmetrisch zijn. Dat vond ik wel zo netjes staan. En als je ze dan openvouwt kun je de laagjes eraf halen en heb je hele dunne hartjes, want servetjes zijn natuurlijk dun. En dit heb ik ook bij de andere servetten gedaan. Je hebt van elk servetsoort, als je er zo'n 4 à 5 hebt, maar zo'n 1 of 2 nodig. Dus dat is ook nog eens lekker goedkoop. Ik knip de hartjes in verschillende grootte om het schilderij straks wat meer dimensie te geven. En als je dan van elke servetsoort een paar hartjes hebt geknipt, dan heb je ongeveer dit aantal hartjes als het goed is. Dan pak ik een wit A4'tje en teken ik gewoon uit de losse hand een groot hart. Mijne was niet in één keer goed, dus ik heb hem nog een beetje bijgesteld met het potlood. En daarna knipte ik hem uit. En daarna kun je de hartjes op je A4'tje gaan plakken. En gebruik hiervoor een pritstift, want dan weet je zeker dat de blaadjes goed blijven zitten. En dat je geen vieze lijmvlekken overal krijgt, want pritstift dat droogt natuurlijk lekker snel en is niet zo vloeibaar. Let erop dat je echt de dunste laag van het servet gebruikt. Want als je de hartjes dan over elkaar heen gaat plakken, dan ziet dat er heel mooi uit. Omdat ze dan een beetje doorschijnen door elkaar. En het is het handigst om met de grote hartjes te beginnen en op een gegeven moment de gaatjes in te vullen met de kleinere hartjes die je hebt geknipt. Ik plak de hartjes gewoon op gevoel waar ik het leuk vind en een beetje de kleurtjes door elkaar, verschillende groottes door elkaar. En hou er natuurlijk rekening mee dat het grote glitterhart er ook nog op moet. Dus leg ook af en toe de hartjes eventjes los neer om te kijken van waar wil ik het grote hart en waar kan ik nog andere hartjes opplakken. Dan is het tijd voor het grote glitterhart. En ik gebruik hiervoor witte hobbylijm. En met mijn vingers verdeel ik het over het hele hartje. En let er ook goed op dat je alle randjes meepikt, zodat echt overal lijm zit. En dan is het natuurlijk tijd om de glitter erop te strooien. Ik heb gekozen voor zilveren glitters. Dat vond ik het mooist bij mijn kleurenschema passen. Maar je kunt ook goud doen of roze of blauw, wat jij wil. En het geeft niet als de glitters er een beetje naast vallen. Je hebt er iets onder gelegd, dus je kunt ze ook weer makkelijk opruimen zometeen. Als je klaar bent, tik je glitters even eraf door je glitterhartje om te keren. Pak dan je kunstwerk er weer bij en je pritstift. En wat het handigst is, is om met de pritstift op het papier te gaan in plaats van op de achterkant van het hartje. Zodat de glitters er niet onnodig afgaan en overal terechtkomen waar je niet wil dat ze terechtkomen. Dus lijm even op het papier in de vorm van een hartje. Ik heb er trouwens één hartje afgehaald, omdat het er anders gek uitzag met het glitterhart eroverheen. En plak hem maar. Druk hem voorzichtig vast aan de randjes. Nu is het natuurlijk een enorme bende waar je die glitter hebt gestrooid. Dus wat je dan doet is, je pakt even een ander papiertje en dan strooi je daar alle glitters op uit door het een beetje te kloppen. En vervolgens vouw je het papiertje een beetje en gooi je het weer in de opening van de glitter. En bij mij ging het een beetje mis. En dan heb je iets zoals dit. Dan pak je natuurlijk je lijst erbij en haal je alles eruit. En dan doe je je eigen kunstwerk erin. En dat was hem dan.
Heb je je eigen customized schilderij voor in je kamer? Ik vind het mezelf heel erg leuk. Ik hou van hartjes en ik hou van meidendingen. Dus jee, helemaal mijn ding. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Bedankt voor het kijken.